Zo, alweer de 9e aflevering van deze serie over het bouwen, construeren van een havenkraan met behulp van Mecado. In deze aflevering gaan we bekijken hoe we het kraanhuis hier zo kunnen laten draaien op de toren, hier dergelijke. We hebben daartoe in de toren al een hulpballetje gemonteerd in de vorige aflevering en we gaan dus nu onderdelen monteren die het mogelijk maken dat hier aan het een wieltje gedraaid wordt. Ja, u kunt het niet zo goed zien in de tekening, maar het is er echt. En zodra dat wieltje gedraaid wordt, moet dit huis, kraanhuis, gaan draaien. Ik zal u in eerste instantie even de complete constructie laten zien. Want het is haast niet mogelijk om dit met losse onderdelen aan te duiden en dat tegelijkertijd ook nog duidelijk te zijn. Ik pak gewoon even het kraanhuis op. En u ziet hier al een beetje in het licht proberen te houden. Kijk. U ziet hier de balk die we erin gemonteerd hebben. Hier, in de vorige aflevering zo. En de dubbele hoekstreuk die misschien hier nog net een beetje zichtbaar is. Die zit hier onder het wieltje, ja? Nou, de bedoeling is dat er dus nu één lange as gemonteerd wordt tussen die twee stroken van de kraan. En die as die wordt aan de ene kant van zin van een wieltje, ik ga er straks even op in, en aan de andere kant van een kleine poelie. Waarom het geen wieltje is? Heel simpel, het is alleen maar een beperkt aantal onderdelen in dossiers en we moeten roeien met de riemen die we bij de aankoop gehad hebben. Op die as zit een wiel gemonteerd, u ziet het hier, ja, een wiel met een rubber bandje. En op dat wiel, nou wordt het een beetje spannend, goed licht erbij, anders kunt u het niet zien. Op dit wiel zit verticaal een ander wiel op een as en die gaat naar boven en die grijpt hier. En dan moet ik even met de camera gaan goochelen. Even kijken. Die grijpt daarin, u ziet het, in twee tandwielen. Een klein ronsel en een groot tandwiel. De theorie van het mechanenboekje zegt dat de verticale as hier rust op, met zijn horizontale bandje, rust op het verticale bandje en dat dan dat voldoende is om te gaan draaien. In de praktijk blijkt dat tegen te vallen en u zult dus moeten zorgen dat u met behulp van het tandvultje bovenin, die tegen de flenswiel aandrukt, dat u daar voldoende druk op kan bouwen om het tandwieltje, het horizontale flenswieltje hier, dit horizontale flenswieltje, goed stevig tegen het verticale flenswieltje aan te drukken. In dat geval, als u dat goed lukt en er is enig experimenteerwerk voor nodig, dan zal het hele zaakje lukken. En dan krijgt u als het ware deze beweging. Ik ga draaien en u ziet, als ik hier aan draai, gaat het kraanhuis ronddraaien. Ik zal nog proberen even wat goede opnames te maken van de montagewerkzaamheden hier, want die zijn echt lastig. Er komt dus een tandwiel omgekeerd met zijn naaf naar beneden op de as te zitten, die uit het flenswiel steekt. En een paar gaatjes verder kunt u de as steken met het kleine ronseltje, wat dus in de tanden van het grote tandwiel pakt. Nou, hier zit hij dan. Het flenswieltje met de band eromheen, die steekt daar in het dubbele hoekstrook. De as die kan natuurlijk niet te ver gaan, want dan komt hij op de strook terecht die de zaak aan elkaar verbindt. Dus die moet u kort houden, vandaar dat er iets van 11,5 centimeter as is. En de horizontale as gaat tussen de twee pootjes van de dubbele hoekstroken door. Ik hoop dat dit zo
allemaal duidelijk is. De onderdelen die erbij horen. Als u zegt, u heeft gezien, een tandwieltje. Hier zo, 38 mm met in totaal 57 tanden. Het is een heel populair tandwieltje in de mechanische, in de mechano-wereld. Dat wordt aangedreven door een ronsel. En die heeft, dat tandwieltje, dat is nummer 27A. Het ronseltje wat erbij hoort, 12 mm. Ik zie dat ik hier geen nummer gegeven heb. Sorry, dat ben ik vergeten. Maar die ziet er in ieder geval zo uit. Ook een heel bekend tandwieltje bij de mechano-wereld. De riemschijf. Hier is een standaard riemschijf van Meccano. Wordt zo losgeleverd. En die kan dus voorzien worden van een rubber bandje. Kijk. Met ribbeltjes. Oh, dit is de verkeerde. Hier, deze wordt geleverd met ribbeltjes. Je zou haast zeggen winterbanden. En die ribbeltjes zorgen ervoor dat hij met zijn maatje, die de bediening moet leveren, dat hij daar mee aangrijpt. Het bedienen van het asje, hier zo. Dat wordt met een glad bandje gedaan op zo'nzelfde flenswieltje. Nou, de autobanden, die heb ik hier aangegeven, die hebben 142C van 25 mm doorsnede en de autoband van 142D met 38 mm. Sorry, ik heb het ronsel. Dat zou ik even moeten opzoeken in het boek. De boeken van Meccano zijn altijd voorzien van onderdelenlijsten. En hier ziet u het ronseltje in het boek. Kijk, daar staat hij. Even mijn vingers weg. En dat is dus nummer 26. Misschien dat het andere model nog iets duidelijker werkt in verband met kleurverschil. Hoewel, zo te zien, maakt het niet zo gek van uit. Maar u kunt het in ieder geval nog een keer op de onderkant bekijken. Hoever dat misschien wat duidelijker is. Ik geef toe, het is een hele opgave om dit in orde te krijgen. Maar als dit zaakje klaar is, als u dit rond heeft, dan zijn we in principe met de toren van de hele havenkraan klaar. En beginnen we in de volgende aflevering met de bouw van het kraanhuis. Ik draai nog even rond voor de grap. Kijk, gaat die keurig rond. Als ik hier draai, dan gaat die prima. Nou, we zeggen dank voor uw aandacht en succes met het bouwen hiervan.